Hi, welkom bij Ericsenzi. Een volgende fluit in de overnamen. Het is een grote bamboefluit. Een bamboefluit in de key D mineur, maar wel heel diep, maar ook heel lang. In verhouding daarentegen heeft hij heel weinig lucht nodig om op te kunnen spelen. Dus je kunt hem vrij licht blazen. Het aanblaasgedeelte zit hier in de lange, smalle buis aan de zijkant. En hij blaast zich vrij licht aan. Dus een fluit is gebouwd in Peru. Dus het is een bamboefluit afkomstig uit Peru. Gemaakt door een fluitenmaker in Peru. Die maakt daar heel veel fluiten. En deze bijzondere fluit in een key of D mineur is de overname aangeboden. Wie weet. Zo laten horen heeft overigens 5 gaten. Dus dat wil zeggen 2 hier. 1. En 2 aan deze kant. En daar zit er 1 aan deze kant. Uiteindelijk is je, ik heb niet apart lange vingers goed te bespelen. De fluit die speel je meer zijdelings langs je lichaam. Het is vooral genieten om op zo'n fluit te spelen. Vooral is het spelen met je ogen dicht en al het andere maar laten gebeuren. Ik speel al vooral meditatief. Ik zal hem nu laten horen zonder geluidseffect. Daar komt hij. Ik zal deze fluit nu gaan bespelen met reverb. Ik zou zeggen, maak vooral je ogen dicht en geniet van deze heerlijke klanken. Een heerlijke, zalige fluit. Bamboe, ik noem wel XXL, gemaakt natuurlijk van speciale bamboe. Vanuit een fluitenmaker uit Peru. Prachtige fluit. Makkelijk te bespelen. En wie weet is hij binnenkort van jou. Dankjewel voor het kijken en luisteren.